als je als koper voor het eerst een huis gaat kijken, dan heb je de neiging om op alle aspecten van het huis te letten en overal aandacht aan te geven. Om daar een beetje onderscheid in te maken, zou ik zeggen, hou het eenvoudig en let nou eerst eens op de hoofdaspecten van een huis. Heel belangrijk is, als je binnenkomt lopen, voelt dat huis als een jas. Heeft het een goede sfeer? En let op de hoofdlijnen van een huis, vooral niet op de details. Let daarom op de onveranderlijke dingen van een huis, bijvoorbeeld de ligging. Is het een middenwoning of een hoekwoning of een vrijstaande woning? Is het een appartement of een eengezinswoning of een maisonette? Dat zijn allemaal zaken die je niet kan veranderen. Ook de plaats waarin het huis ligt is van groot belang. Heb je je georiënteerd op de plaats qua voorzieningen, qua afstand tot het werk? Maak daar van tevoren keuzes in. Als je weet in welke plaats je wil wonen, kom je veel sneller tot je goede huis. Dan is het van belang dat je natuurlijk let op de bruikbaarheid, de zonligging, de grootte van de tuin, de inhoud van het huis. Natuurlijk het bouwjaar zegt daar veel over. Denk ook aan de isolatievoorzieningen die er zijn. En natuurlijk ook van, zijn de onveranderlijke aspecten, de verschijningsvorm bijvoorbeeld, zijn die goed? Daarnaast natuurlijk is van belang ook wel, hoe ziet de keuken en de badkamer eruit? Maar realiseer je als koper heel erg goed, elke 15 jaar zijn die afgeschreven en aan vervanging toe. Dus concentreer op de onveranderlijke dingen. En alles in het interieur wat je niet aanstaat, kan je aanpassen aan eigen wensen en is te compenseren met een investering, met een geldbedrag. Dus ja, mijn advies zou zijn, let eerst op de hoofdlijnen, niet te veel op details en op lichtschakelaars. En voorkom dat je misschien te nadrukkelijke koopsignalen geeft. Als het huis je bevalt en je bent enthousiast, ga eerst rustig naar huis. Praat erover, denk erover na en wil je ermee verder, bel dan de volgende dag een makelaar op die jou assisteert bij een eventuele aankoop. Het is natuurlijk van belang om te weten dat de makelaar die de bezichtiging doet, niet jouw makelaar is en dat hij optreedt voor de verkoper. Dus ik zou zeggen, in deze markt laat je vergezellen van een deskundige makelaar die de markt kent, die de woningen kent, op de hoogte is van gebreken. En dan kom je succesvol aan een nieuw huis toe. En zal het zeker lukken.